Hallo. Hallo. Zitten we dan met z'n tweeën? Ja, want Ja, deze stel je maar koning. voor. Oh, ik ben. Misschien dat ze niet kennen jou. Nee, denk het niet. Ik ben heel mysterieus. Ik Ja. ben UGX Mysterious, oftewel Erik. En ik ben bij Fizz op bezoek. Ja. Want een of ander toernooi hebben wij. Ja, inderdaad. En dat gaat natuurlijk vanavond van start. Dus vandaar deze update fit en de Facecam, hè? facecam Ook fit. zo'n mooie gezichten zien Ja, erin, hè? dat zijn heel erg grappig hoor. Ja, daarom. Dat is prima. De gameplay op de achtergrond voor de mensen die kijken naar de gameplay. Dat is Gisteravond gehaald. gisteravond gehaald, inderdaad. Maar nou, zo goed ben ik niet, dus het is van Erik. Nou ja, ik ging ook niet echt lekker, maar op Het zich een was mooi score. 57 kills, toch? 57, 16, 13, 13 of 14, zo, ik weet het wel, zoiets. zoiets. In ieder geval 57 kills. Dat is belangrijk, dus er is wel wat gebeurd, zeg maar, in die wedstrijd. Op Baccarat. Ja, met de Geisha. Met Want de ja, Geisha. we kunnen niet anders. We kunnen niet meer anders tegenwoordig. Nee. Inderdaad. Vanavond wordt trouwens niet meer tegen ACR gespeeld, want het is natuurlijk Black Ops 2 toernooi. En dat zit er niet in. Daar zit hij in, inderdaad. En ja, Erik, ga jij nog even vertellen? Regels? Nou, de regels, dus ook voor de mensen die gewoon Nou, waarschijnlijk degenen ingeschreven hebben natuurlijk. die zich ingeschreven hebben, die kunnen ook altijd op Black Ops 2 toernooitijden.nl Ja. voor alle informatie. En als je iets niet weet, ja, ons mailen, skypen misschien. Kijpen, mijn is vis1980.nl Maar inmiddels. Erik.van.egmond, maar dat zal misschien wel een beschrijving zetten. Oh nee, dat is Nee, het Erik. is geen et dan, hè. Nee, Want et. dan is het. Ja, oké, okay, dat is Hè? waar. Foutje. Ja, Maar sorry. in ieder geval, vanavond Black Ops 2 toernooi natuurlijk niet hier op dit kanaal, maar op Dus David dus Games. David Games. Die Klein is kanaaltje eigenlijk. redelijk bekend. En we zijn natuurlijk hartstikke blij natuurlijk dat we Ja, daar mogen super. streamen. Dat we, tenminste, Paul gaat streamen. Paul is hier bij mij dan. En Paul gaat het dan regelen. Ja, ik heb ook geen andere fiets gehaald vandaag, omdat mijn PC is net Sorry. gesleten. Want het was super traag. Misschien sommige mensen hebben gisteren de lagstream gezien. Zie. Mag ik zo zeggen. Ik heb hem ook niet, ik heb hem ook weggehaald gewoon daarna. Want dat is niet normaal te kijken. Maar het is gewoon een beetje lol, een beetje funny. Maar het was niet zo, Niet zo best. niet zo leuk om te kijken, zeg maar. Dus dat normaal zou ik eens kijken is liken, maar dit was niet Kijk likebaar. eens, dit laat ik Dit dan. is niet likebaar. Dus dat vond ik niet zo leuk. Maar in ieder geval vanavond natuurlijk het Black Ops 2 toernooi. En voor de mensen die vanavond moeten spelen, want dat is misschien wel handig om Dat is te wel weten. handig. Wie gaan ze even contacten via Skype? Ik denk. Erik, want Erik Maar je moet ze op Skype hebben. is PC aan aangesloten voor de zekerheid dat die is wat sneller, die heb ik Ietsje gebouwd. sneller. Die heb ik gebouwd trouwens, voor jou nog. Ja, hè? Goed gedaan. Ja, dat weet ik maar. Dat weet ik maar. Maar nee, maar die is gewoon hetzelfde mijne. Dus voor de eerste keer natuurlijk samen. Paul zit er ook nog Paul zit hier. er ook naast. Die komt ook weer hier vanavond naar Lekker toe. gezellig. Gezellig. Een triootje. Ja, Kan best gezellig zijn kan best misschien. gezellig zijn. Niet deze trio trouwens. Ja. Dat is niet zo gezellig. Maar in ieder geval, vanavond dus Black Ops 2 toernooi. En we beginnen om Half half acht, acht natuurlijk. ongeveer. Ongeveer. Kan iets later zijn. Ja, want we moeten natuurlijk de eerste keer. Dus het kan zijn dat we een beetje moeten uittesten hoe en wat natuurlijk. Ook de instellingen. Paul is ook misschien Net meer praat. net op tijd moet zien. Misschien nog of niet. Nee. Maar Voor de teams die vanavond moeten. ja. Hou even de tijd in de gaten, Hou want misschien wordt nog iets aangepast. ja, iets aangepast. Maar hou ook gewoon voor alle andere teams. Want er zijn nog wat wijzigingen doorgevoerd gekregen. Hebben we nog We hebben het nog niet gisteren. gedaan. Hebben we nog niet op internet Doen we gewerkt. het recht Omdat dus. Erik is dus hier naartoe gekomen. Ja, die gasten belden me op. Ja, hij belde op gisteravond 9:30 van Erik, weet je wat, kom maar hier naartoe. Ja, dat is Ja. goed. Oké. Ja, sorry. Kwart wel, was je hier? Kwart Kwart wel, ja. Kwart wel. Vanuit Maden naar Almere. Zoek maar op waar Maden ligt. Want Nee, Maden in Maden Frankrijk. ligt overal. Maden ligt overal, ja, inderdaad. Dus nee, maar vanavond Black Ops 2 toernooi. En ik denk dat het super leuk gaat worden. We hebben nog wel wat nieuws zelfs, hè? Want Wat dan? we hebben wel vragen over het PS3 toernooi. Ja, er zijn een paar aantal vragen over Er gekomen. zijn een aantal vragen over gekomen en Misschien een paar mensen teleurstellen. we moeten denk ik wel een paar mensen teleurstellen, namelijk inderdaad. Want we hebben besloten om geen PS3 toernooi te doen. Het was even stil. Ja, toen was het verstel. Maar dat is logisch natuurlijk. Maar dat komt eigenlijk omdat wij gewoon. Ja, niet nog een keer hetzelfde willen. Nou, we zitten ook met het probleem gewoon dat. Ja, we willen niet hetzelfde Hetzelfde. hebben, inderdaad. Want je kijkt nu het toernooi. Xbox. En dan krijg je Xbox en dan PS3 krijg nog je. En dat hetzelfde. is gewoon hetzelfde. Precies hetzelfde Hetzelfde. natuurlijk. Dat is gewoon niet leuk. En er zijn ook heel veel andere PS3 Ja, toernooien. er zijn meer PS3 toernooien dan Kun je daar even Xbox. wat meer over vertellen? Nou ja, ik zelf doe dan nog twee of drie PS3 toernooien mee. En Ja. dat is ja, via YouTube ook allemaal gaan en noemt allemaal op. En Ja. dat doet het meeste Belgische team voor mij meestal. Ja. Dus ik ben Maar blij dat we nou een Nederlands team waarschijnlijk bij ons hebben. ja, inderdaad. En de Real Kevin, die Real kennen we Kevin, daar ga ik wel. mee doen. Daar kan je mee doen. Ik zal een linkje naar zijn kanaal afzetten. Misschien Ja, wel zo leuk, toch? leuk, ja.
Misschien dat je nog... nee, je kan niet meer bij je kan aanmelden. Nee. Ja, net te laat. Net te laat, maar oké. Dat kan dus niet meer. Maar je kan wel kijken. En dat is ook leuk. En liken. Kijken en liken natuurlijk. Iedereen moet elkaar liken. Nee, maar dat gaan we dus niet doen. We gaan wel wat anders doen. Ja. We gaan namelijk op de Xbox gaan we een MW3 toernooi houden. Waarschijnlijk. Nou, dat gaat wel. Gaan we wel gebeuren. Dat gaan we wel doen. Dat gaan we gewoon doen. En dat gaan we dus doen naar de naar dit toernooi. En het komt echt puur omdat gewoon normaal, we vinden het niet leuk als we twee keer dezelfde toernooien. En wij zitten ook mee. Ik heb niet alles op PS3. Paul ook niet. En, alleen ik. Bijvoorbeeld als we mogen live streamen, dat mag dus alleen Paul doen natuurlijk. Bij DDG, wat logisch is natuurlijk, hè? Want als wij iets verkeerd doen, bijvoorbeeld iets met geluid op de achtergrond of zo, dan zou David misschien een strijkje kunnen krijgen. Ja, en denk niet dat David daar erg blij mee is. Dat denk ik ook niet. Dus en dan zou ik het op mijn kanaal moeten doen, maar ja, dan kan ik zelf er niet bij zijn. Ja, dat is ook niet leuk. Of ik zou dan inderdaad Black Ops 2 moeten kopen en zo, maar dan moet ik ook omleren gaan weer opnieuw en allerlei shit regelen. En ja, ik vind het moet eerlijk zijn. Dan vind ik de moeite niet waard. Nee, ik denk wel dat het best wel succesvol kunnen zijn gewoon hoor. Dat maar niet dit keer. In ieder geval. Misschien volgend jaar wel als ik een PS4 heb, want ik ga een PS4 kopen. PS4. Voor de mensen die het willen vragen, vragen 10.000 mensen aan mij. Wat ga je kopen? Voor? Ik ga ze beide kopen. Dus Proberen een sponsor denk ik. Of gewoon geluk hebben. Geluk hebben. Ja. Nee, die staat veel te rijden, dat is alles verplaatst. Dat zou mooi zijn, nou. Nee, maar nogmaals, wij... ik ga dus allebei kopen. Jij gaat dus ook allebei kopen? Dat weet ik nog niet. Kijken wat ik voor elkaar kan boksen. Oké. Maar waar ligt jouw voorkeur? Ik heb Xbox een beetje gezien, maar dat is ook niet alles. Dus ik ga ook even PS4 kijken of dat wel iets beter is. Maar er zijn sommige dingen dat je denkt, bij Xbox is leuk. Dat is nieuw. Ja. En andere dingen denk je van, ja, sla ik nergens op. Nou, het probleem is wat ik altijd heb in ieder geval, voor de kijkers thuis misschien ook, dat, natuurlijk, dat ze er mogen mee kunnen discussiëren, is dat ze, zeg maar, je hebt gewoon PS only games, en je hebt gewoon Xbox only games. En er zijn games die ik allebei wel leuk vind, snap je? En dus dan, bijvoorbeeld Uncharted vind ik op PS3 vind ik wel leuk nu. Natuurlijk wel weer een nieuwe denk ik op de PS4, mag ik aannemen. Ratchet & Clank, daar hou ik van bijvoorbeeld, maar dat is echt alleen maar PS only games, snap je? En Xbox heb je natuurlijk gewoon Gears of War bijvoorbeeld. Ja, die ook al wel. Snap je? En dan moet je net die afweging keuzes maken en... Meestal wil je alles toch spelen. Ik wil eigenlijk wel alles spelen, ja, ik ben gewoon een game van avond, eerlijk gezegd natuurlijk. Ja. En dan, ja, dan... Dat zie je al van de gamescore. Ja, gamescore, 51.000 gamescore op Xbox. Laat je gamescore misschien achter, ook leuk om te weten. Ja, nou, gamescore, hoeveel gamescore heb je? Hoeveel trofies heb je op je platinum trofies? Toch? PS3 trofies. PS3 trofies, ja, platinum trofies, ik heb ook 3 of zo. 3? Oh. Ja, ik ben level 8 of zo, 9. Die levelt ook op, ja. Maar laat het even achter, dat is altijd leuk om te weten. En we hebben nog meer nieuws. Ja, dat is voor mij persoonlijk, voor mijn kanaal. Ja. Want ik heb het met jou ook al over gehad. En ik heb het ook getwitterd vandaag en zo. En ik zit met het feit dat ik bepaalde games wil uploaden. Maar eerlijk is eerlijk, niet als we kijken op mijn kanaal, dan is dat dramatisch qua views en zo. 300 views en zo. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Het nadeel, wat als ik het nu upload, dan ziet het dus niet mooi uit. Gewoon, ik vind het gewoon niet mooi uit. Ik heb een kanaal van 10.000 subs. Iets meer dan 10.000. Iets meer dan 10.000 subs. En nou weten we het allemaal, views van bij iedereen is wat lager. Iedereen, ja, dat kan iedereen. Bijna iedereen zijn wel kanalen die behoorlijk wat views hebben. DDG bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, je hebt goede views. Ja toch? Ja. Eerlijk. Qua subs, views. Perfect natuurlijk. Paul heeft het natuurlijk. Ja. En de rest heeft eigenlijk wel wat minder, maar ook ik gewoon natuurlijk... Ja, we zijn net de laatste. Nee, maar het is gewoon algemeen dat gewoon de views minder zijn sinds Black Ops 2 uit. Dus dat is gewoon een feit. Dat is gewoon ook omdat er meer kanaal zijn, ook omdat er... het heeft allerlei redenen. Maar voordat de tijd om is, in ieder geval... Ik wil graag misschien een tweede kanaal opstarten. En toen was het weer stil natuurlijk aan de andere kant. Maar dan moet jullie maar even achterlaten van wat jullie daarvan vinden. Alles op twee kanalen. Ja, dan zou ik in principe gewoon, weet je wat is, dan kan ik gewoon op mijn ene kanaal kan ik gewoon wat ik nu doe, kot, en dan kan ik een beetje, je moet met 10.000 stuk, moet toch een beetje rekening houden dat je gewoon iets professioneler, vind ik, aan moet gaan pakken. Een beetje shooters, een beetje Minecraft, tot eigenlijk. Ja, dat een hoofdkanaal, en dan een ander kanaal, weet je, als daar 1.000 abonnees op komen, hartstikke leuk, en die kijken dan Alan Wake, Gears of War, mijn Rover Commander misschien erop en zo, maar ik twijfel daar nog wel echt over, qua
sommige mensen zeggen, hoe zit het met je partnership? Zo, nou, dan komt er wel een orde. Dat komt wel een orde uiteindelijk. Maar je moet wel rekening houden dat gewoon, ik vind het nu niet mooi gewoon op een kanaal. Het wordt een beetje, het lijkt net alsof je kanaal dood is, terwijl het niet zo is. Ja. Ik twijfel daarover. Laat het achter wat jullie van willen. Of jullie mijn keuze zouden begrijpen. Of jullie dat mee zouden gaan natuurlijk naar het kanaal. Of niet. Als je niet mee eens bent, graag. Ik vraag het nu aan jullie. Ik ga er ook nog andere mensen van vragen. Ik ga er ook zelf een partnership, die van doen waar ik naartoe ga. Ga ik vragen wat hun het beste vinden. En Paul heeft natuurlijk heel veel verstand ervan. Dus ja. Ik zou zeggen vanavond kijken. Voordat we nu vanavond kijken natuurlijk. DG, 7:30. Niet vergeten, livestream. Op YouTube. En natuurlijk zeggen we altijd, kijken is liken. Dus ook bij deze video en ook bij DG. En zijn natuurlijk zoals altijd. Tot de volgende keer. See you later, everybody. Bye bye.